Deze man gaat op de knieën voor Vlaams minister van Justitie Demir. Zij speelt enkel voor de gelegenheid een dader met een enkelband. Niet vaak zeker. De minister onder de enkelband. Een enkelband met nieuwe veiligheidsmaatregelen. Want als een dader hiermee in de buurt komt van een slachtoffer, bijvoorbeeld van partnergeweld, of in een gebied waar hij niet mag komen, krijgt het slachtoffer een waarschuwing. Bijvoorbeeld als de pleger te dicht in de buurt komt of het straatverbod ook schendt, dan kan onze mensen bij het Vlaams elektronisch toezicht ook de politie onmiddellijk ook alarmeren en op die manier het slachtoffer zo snel mogelijk in veiligheid brengen. En dat testen we uit. We wandelen het park in waar ook de minister, de dader dus, wandelt. We dragen dit toestel mee dat ons waarschuwt als de dader zich op minder dan 500 meter van ons bevindt. Dus wij spelen nu het slachtoffer. Mm-hmm. We hebben daarvoor dit... Oké, we hebben een nieuw bericht binnen. Accept. Aggressor is in range. Dit apparaat volgt het slachtoffer. Een soortgelijk apparaat volgt de dader. En in de alarmcentrale kunnen ze op die manier vaststellen dat dader en slachtoffer eventueel te dicht in elkaars buurt komen, wat een risico zou kunnen inhouden voor het slachtoffer. En als ze in de centrale zien dat de dader nog dichter komt, bellen ze ons op. Ja, nu worden we gebeld. Dus we moeten opnemen. Ja. Hallo? Dag mevrouw, elektronische toezicht aan de lijn. Op termijn zal de enkelband ook het alcohol- en druggebruik kunnen meten en jonge criminelen volgen op hun route naar school. In sommige gevallen is het ook wel nuttig en noodzakelijk dat zo'n jongere naar school kan gaan. Ook al is hij bijvoorbeeld opgesloten in een gesloten instelling of als hij bijvoorbeeld huisarrest heeft, dat hij een enkelband heeft. Zo creëert men bewust een soort Big Brother effect.